Goedemiddag, u bent van Nijversluis. Wie zijn jullie eigenlijk? Wij zijn een educatieve uitgeverij voor het voortgezet onderwijs. Een van de vier grote educatieve uitgeverijen. We maken leermiddelen voor het voortgezet onderwijs, voor de exacte vakken, voor de moderne vreemde talen en voor de mensen-maatschappij vakken. En mensen-maatschappij, daar valt bij ons economie en management organisatie onder. En met name bij dat laatste vak, daar zit de link ook met Biscuits. We hebben twee methoden voor MNO, management en organisatie in balans en percent MNO. En leerlingen die met die methode werken, die kunnen ook prima de Biscuits Management competitie volgen. Dus het is niet eigenlijk leermiddelen voor boeken, zoals ik achter u zie ook, maar het zijn ook dus leermiddelen, inhoudelijke stof voor games. Ja, nou, we proberen wel in de Biscuits Management competitie zijn links gelegd met de inhoud van de stof. Ja. We hebben in ieder geval zorgd dat de terminologie en dergelijke, dat die eenduidig is. Dat herkenbaar is voor leerlingen, ja. Definitie, balans, winst-verliesrekening, dat soort zaken. En we proberen daar nog wat meer links in te leggen de komende tijd. Om echt duidelijk te maken van, nou, in de Biscuits Management competitie komt nu dit onderwerp aan de orde. Oké, dat staat op die manier in de methode verwerkt. Ja. Dus dat daar wat directere links worden gelegd nog. Dus dat past dan naadloos aan? Ja. Hartstikke leuk. Wat vindt u eigenlijk van Biscuits? Ja, het is echt ontzettend leuk om erbij betrokken te zijn. Zeker zo'n dag, zo'n finale dag. Er wordt wel eens gezegd van leerlingen zijn moeilijk te motiveren of iets dergelijks. Ook voor een vak als MNO is het toch een lastig vak met toch wat veel berekeningen en moeilijke theorie. Ja, als je zo'n dag die leerlingen bezig ziet, zijn ze ontzettend fanatiek gemotiveerd. Ze is echt heel enthousiast aan de slag. Ja. Het competitieelement dat erin is, dat speelt daar uiteraard in mee. De prijzen die ze kunnen winnen, dat zal ongetwijfeld meespelen, maar gewoon ja, er echt mee bezig zijn. En we hoorden dat net ook toen we met docenten spraken daarover. Docenten ook zeggen, ja, zelfs leerlingen die anders een beetje achter overhangen in de klas, die worden hierdoor toch heel erg gemotiveerd. En dat is ontzettend leuk om te zien. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk, dank u wel. Graag gedaan. Dank u wel.